Goeiedag allemaal. Nee, zo ziet het is geen Hayabusa, nee. Dat klopt. Nee, ik heb op het moment een Honda. Een Honda Goldwing. Dus daar kan ik lekker mee rijden. En daar ga ik nou ook een filmpje mee maken. Ik heb nog geen microfoon op mijn GoPro. Dus dat ga ik later doen. En dan kan ik tijdens het rijden ook een beetje praten. Maar nu... ik kan lekker rijden. Het is een beetje koud, het is 18 graden. Dus ik heb maar een vest aangetrokken. En voor de mensen wel bekend. En dan ga ik nou even een lekker ritje maken. We'll be right back.
We'll be right back.
serieus. We zijn dan in Dubai GBR met de motor. Het is 3 uur 's nachts en het is stervensdruk. En dat komt, het is momenteel in Saudi-Arabië is het vakantie. Dus hier zijn allemaal mensen uit Saudi-Arabië. En dan hier staat de Goldwing met erachter nog meerdere Goldwings en nog wat Victories en de Kawasaki. Niet zo heel veel Suzuki's, ik heb er wel een paar gezien, maar nou ja. En zoals je onderweg hebt gezien, de beelden, een beetje knippen en plakken. Tel even de auto's, laat me weten in de, zeg het, in de beschrijving wat voor auto's jullie allemaal hebben gezien en wat je tot nu toe de mooiste vindt die je hebt gezien. Laat me even weten. Dan ga ik zo weer een stukje verder rijden. Daar zijn we dan op het volgende plekje. Hiervoor was ik op GBR, dat zie je. Al de gebouwen hier zo, dat ook wel Dubai Marina, GBR, daar was ik net en nu sta ik op de Palmeiland. Dus dit is Dubai Palmeiland. Nou, gaan we even kijken, gaan we jullie eens even beelden laten zien. Zo, ik heb voor de camera omgedraaid. Ze hebben hier een hele mooie promenade gemaakt, of ja, hoe noem je dat? Een boulevard. Ja, dat is een aardig eentje. Ja, zoals je kan zien zijn ze weer druk aan werk hier zo hiervoor. Daarachter heb je, ja, je zit er niet echt. De Eye of Dubai, ja, ik zal, joh, ik ben toch nog een tijdje hier in Dubai. Oh, daar zijn de baggerschepen. Ongetwijfeld Nederlanders en Dubai Marina. En dan gaan we weer terug naar de Honda en dan gaan we lekker verder rijden. Helaas zijn de batterijen van mijn GoPro op, dus ik ga proberen nog even straks ergens de GoPro aan te gooien. En mocht het niet lukken, dan sluit ik hem hier af. Mocht het wel lukken, ja, dan gaan we gewoon even verder. Aangezien ik hier nog wel een tijdje ben, zal ik genoeg filmpjes gaan maken. Als jullie het leuk vinden tenminste. Kijk, ik geniet hier. Dit is het, voor mij het eerste ritje van het nieuwe jaar. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hier naartoe ben gegaan. Want ja, ik, zoals je ziet, ja, lekker. Ja, ik heb wel vest aan omdat het een beetje koud is. Maar ik sta nou lekker gewoon in mijn t-shirt. Zo, ja. Het leven kan soms zwaar zijn, vooral voor mij in de zomer, als ik van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds werk, 7 dagen in de week. Dat is ook de reden waarom ik hier kan zijn, jongens. Het was met nachtje wel. Ik heb net lekker ontbijtje op, lekkere sappie op. Het is nu 6:30 in de ochtend, dus ik ga maar eens even naar mijn appartement, ga een beetje opfrissen. Want ik ga vanmiddag weer verder rijden. En ik zal dadelijk eens even kijken of ik bij het appartement, ik heb ook al eens goed eigen parkeerplaats. En dan, ja, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuk videootje vonden. En ik ga de komende tijd ga ik er meer maken.